Oké, nu wil ik even laten zien hoe je in het platform van Interactive Brokers een vertical spread inlegt. En dan wil ik beginnen met de bull call spread en daarvoor kijk ik naar TLT. TLT is de ETF van langjarige Amerikaanse staatsobligaties en zoals je ziet, TLT zit in een stijgende lijn, vandaag ook weer flink gestegen. Dus stel even als voorbeeld dat we de 130-135 bull call zouden willen openen. Dat wil zeggen, we kopen de 130 call en we schrijven of we verkopen de 135. De grafiek haal ik even weg en dan zien wij hier het platform. Ik vul daarin de ticker TLT, klik op enter en vervolgens onder combinations klik ik op option combos smart met de linkermuisknop. Dan komen we in een schermpje waarin we allerlei optieconstructies kunnen invullen. Die staan al van tevoren aangeduid. Bijvoorbeeld een butterfly, de calendar spread, de collar, de iron condor, nou, noem maar op. Maar wij willen de vertical spread. En omdat we een bull call spread willen openen, die kopen we. Dan staat hier dus ook buy combo ingevuld. Nou, laten we zeggen dat we gewoon één contract doen. Dus we kopen één contract en voor het gemak pakken we even de maand expiratie van juni. We willen een call en we willen de 130 kopen. Dus ik scroll nu met mijn muis naar beneden totdat ik bij 130 ben. Klik met mijn linkermuisknop. En bij de call die we willen verkopen vul ik in 135. Dus we kopen de juni 21 call 130 en we verkopen of we schrijven de juni 21 call 135. Nou, als ik nu meteen op OK klik, wordt er gevraagd of we de onderliggende waarde ook vermeld willen zien. Nou, dat willen we wel. Dus hier staat ons order, de juni 130-135 bull call. Nou, zoals je ziet is de midprijs op dit moment 1,66. Nou, dat is redelijk voor een spread van 5. Dus we klikken op de ask price, want we willen hem kopen. Met de linkermuisknop. En dan staat hier de prijs. Maar die gaan wij natuurlijk niet meteen betalen. Wij klikken met de linkermuisknop in dit vakje. En vervolgens kunnen we kiezen uit de ask mid bid price. En we gaan gewoon eens beginnen met de mid price. Dus we willen nu de spread kopen voor 1,66 en we klikken op transmit. En als we dat doen krijgen we nog ter controle de orderbevestiging. Altijd even checken, we kopen dus één combinatie. De juni 21 call, we verkopen de 135. Nou, dat klopt allemaal, dus we klikken nu op transmit. En we wachten tot het order gevuld is. Dan kunnen we in de tussentijd kijken hoe je een bear call spread opzet. Ik pak weer even het grafieke verhaal erbij. En laten we eens kijken naar GS Goldman Sachs. Nou, Goldman Sachs is in tegenstelling tot TLT gedaald. En stel nu dat wij de 195-205 bear call willen openen. We hadden dus net bij TLT een bull call. Maar nu verwachten we dat Goldman Sachs of verder daalt of zijwaarts gaat, maar in ieder geval niet op korte termijn heel erg omhoog zal gaan. Dus wij zouden kunnen zeggen, we gaan de 195 call schrijven en we kopen de 205. Dus precies andersom als bij de bull call van TLT. Hoe gaan we dat doen? Ik ga weer even weg. En ik tik in het platform GS, de ticker van Goldman Sachs. Klik op enter en ga weer naar combinations, option combos, smart. Komen we weer in datzelfde schermpje van de net. En ook hier kiezen we weer voor de vertical spread. Maar nu is het even opletten. We gaan de combinatie niet kopen, maar we gaan hem schrijven, verkopen. Dat is een beetje het jargon altijd op de beurs. Hè? Een inkomenstrade, dus een credit spread, die schrijf je.
En eentje waar je voor betaalt, de debit spread, die koop je. Dus dat is een belangrijk onderscheid, moet je goed in de gaten houden. We willen nu de spread verkopen. Nou, we kiezen nu weer voor één contract. En laten we zeggen dat we weer de maandexpiratie, dus juni 21, kiezen. We gaan nu de call schrijven. En wat had ik gezegd, we gaan de 195 schrijven. En dan scroll ik weer naar beneden, 195. En ter bescherming kopen we de 205, die 10 punten verder weg ligt. Dus deze keer kiezen we voor een spread van 10 punten. Dus we verkopen de juni 21 call van 195 en we kopen de 205. Ik zal voor de zekerheid nog de grafiek erbij halen. Dus de 195, op dit niveau gaan we een call schrijven en op dit niveau ter bescherming kopen we er een. In de veronderstelling dat op 21 juni Goldman Sachs niet op de 195 komt of daarboven. Dus we klikken op oké, we komen weer in ons, nou ja, dat willen we ook wel weer, de onderliggende waarde. Dus die staat hier. We verkopen, dat is dus belangrijk wat ik net zei, we kopen niet, maar we verkopen deze spread. Dus we klikken in dit geval niet op de ask, maar de bidprijs. Nou, de limitprijs die staat al ingevuld voor 0,78, dus 78 cent. Maar wij willen natuurlijk liever wat meer ontvangen. Want deze keer ontvangen we premie en we klikken op de midprijs en we gaan voor 81 cent voor deze spread. Dus als deze spread lukt, ontvangen we $81. Nou, klikken op transmit. En we kijken nog eventjes of het klopt. We verkopen dus deze spread. Het is een credit spread. Dus we verkopen de juni 21 195 call. We kopen de juni 21 205 call. En we ontvangen $81. We klikken op transmit. En we wachten weer totdat onze order gevuld wordt.